vork doodgaan. Een zeer ontroerend boek dat mij erg geraakt heeft. Het gaat over een meisje, Tessa, en hoe ze omgaat met haar ziekte. Hoe ze omgaat met de angst over de gedachte dat ze elk moment kan sterven van die ziekte. Ze leidt soms een heel gruwelijk leven. Maar dat betekent niet dat er geen mooie momenten mogen zijn. Ze noemt elk mooi moment een serie die haar dichter brengt naar de dood. In het begin durft ze en wil ze voor niks meer opstaan door die gedachte. Gelukkig hielp haar vriendin Zoe haar beseffen. Ook al is het een stap dichter bij de dood, het geeft je leven wel meer waarde. Ze maken samen een lijst met dingen die ze nog wil doen voor ze doodgaat. Die ze samen één voor één uitvoeren. Dat zijn de meest gekke dingen. Haar meest gewilde herinnering is dat ze de liefde van haar leven vindt. Die vindt ze ook, gelukkig, voor ze sterft. Adam, ze houden echt zielsveel van elkaar en hij helpt haar met haar lijst. Hij steunt haar door dik en dun. Ze voelt zich minder ziek en slecht bij hem. Jenny Doneham is de schrijfster en ik vind haar boek echt prachtig. Ze ging naar toneelschool en werkte jarenlang als actrice. In 2007 schreef ze Voor ik doodga, het boek dat ik heb gelezen. Een van haar beste boeken volgens velen. Het boek werd voor vele prijzen genomineerd en won een award in 2008. Ik vind haar schrijfstijl echt bijzonder uniek en prachtig. Haar verhaal boeide mij van het begin tot het einde en verraste mij telkens weer opnieuw. Dit vind ik zo bijzonder aan haar schrijfstijl. Ze schreef ook heel veel andere boeken, die ook redelijk bekend waren, zoals Jij tegen mij. Dit is ook een zeer bekend boek van haar en volgens velen ook heel prachtig. En het boek Ontrafelen is ook zeer mooi, volgens velen. Ik vind dat ze veel bekender had mogen zijn met haar boeken. Dankjewel om te luisteren naar mijn boekenbabbel.